Samen leven, samen zorgen. Dat is de titel van een plan om maatschappelijke ondersteuning in Enschede beter betaalbaar en menselijk te houden. De stad kampt al met een tekort van bijna 5 miljoen en dat gaat, als er niets gebeurt, alleen maar oplopen. Maar die nieuwe koers gaat veel betekenen en zo goed als iedereen gaat er iets van merken. Collega Ernst Bergboer die sprak daarover met de verantwoordelijk wethouder, dat is Harmjan Vedder, voor een nieuwe aflevering van zijn podcastserie De Berg spreekt. Ernst, welkom. Dank je. Maatschappelijke ondersteuning, dat gaat over WMO, hè? Onder andere, dat is met name dus wel de grootste hap. Dus de wet maatschappelijke ondersteuning, Zo heet die ook. Dus denk aan thuiszorg, huishoudelijke hulp. Maar daar valt ook bijvoorbeeld schuldhulp onder. Daar valt onder, wet langdurige zorg is ook een wet die uitgevoerd. Jeugdhulp, nee, jeugdhulp niet, dat valt daar niet onder. Maar eigenlijk alle onderdelen waar inwoners problemen kunnen hebben met de organisatie van hun leven. Zeg maar even heel erg breed gezegd. Ja. Maar geen bijstand bijvoorbeeld, dat dan weer niet. Nee, bijstand staat daar los van. Dat is echt alleen maar de financiële kant van het verhaal. Dit gaat vooral over de praktische, soms ook de mentale of kant van het verhaal. Je snapt als iemand in schulden zit dat daar natuurlijk meer speelt dan alleen maar geld, bijvoorbeeld. Ja. En de gemeenten zijn dus verantwoordelijk voor die ondersteuning van dat leven. Sinds 2015 moeten gemeentes deze wetten uitvoeren. En je noemde al die WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning. Mm-hmm. Dat is een wettelijke gemeentelijke taak. Zal ik hem even beter prima zo. Ja, ik denk, ik doe hem zo goed, dan hoef je dat zelf niet te benoemen. Maar dat is nu alweer gebeurd. Ja, dat doe ik. Het is een live programma, joh. Gewoon lekker ontspannen. We maken wettelijke taak. Ja, wettelijke taak die bij de gemeentes ligt, inderdaad. Dus die staan aan de lat, zoals dat dan heet, voor maatschappelijke ondersteuning. Ja, en daar krijgen ze een zakje geld voor. Daar krijgen ze een zak geld voor van het Rijk, het gemeentefonds, financiering. Altijd een heel ingewikkeld verhaal rondom gemeentes. Komt er wel op neer dat Enschede eigenlijk altijd al structureel tekort heeft gehad. Minder van het Rijk krijgt dan ze nodig heeft om die maatschappelijke ondersteuning ook te kunnen uitvoeren. Mm-hmm. Dat heeft te maken met de sociaal-economische positie van Enschede. Er zijn hier relatief veel mensen in een afhankelijke positie van de overheid. Veel mensen relatief ongezond door slechtere voeding, minder bewegen, dat soort dingen. Dat zijn allemaal psychologische factoren die natuurlijk meewerken. En heb je bijvoorbeeld sneller een elektrische rolstoel nodig of zo? Bijvoorbeeld, of hulp op de een of andere manier. Enschede telt een relatief groot aantal in de stad van dat soort mensen. Ja. En je kunt zeggen dat die financiering, het is te kort door de bocht hoor, maar dat die financiering een beetje op inwonertal gaat. Hè. Dus als jij, we hebben 165.000, 168.000 inwoners hier in Enschede, om en erbij. Dus per kop van de bevolking krijgen wij dan daar zak geld voor om dat te doen. Maar je kunt je voorstellen als relatief meer mensen in jouw stad met dat soort problemen kampen, dat je dus tekort hebt. Ja. En dat is bij Enschede al jaren aan de orde. Ja. Nou is dat bij ook bijvoorbeeld ook bij de bijstand altijd een probleem geweest. Daar ook zoietszelfde eigenlijk speelt. En daarvan hoorden we altijd dat de gemeente Enschede zei, ja, weet je wel, wij kunnen ook kijken naar Den Haag. We kunnen met dit geld wat jullie ons nu geven, kunnen we eigenlijk het zaakje niet rondkrijgen. Hè? En jullie laten onze inwoners, wij moeten onze dit werkt niet zo. We moeten het dan dus ergens anders vandaan halen, dat geld uit. En dus dat gaat ten koste van andere taken die de gemeente heeft. Dat kan van alles zijn. Het maaibeleid of iets dergelijks. Zwembad, noem het op. Weet je, het moet ergens vandaan komen. De grap bij deze regelingen, bij deze wetten, is dat zijn open-einde wetten. Als je er recht op hebt, moet de gemeente betalen. En dus het kan niet zijn dat je zegt, sorry, maar het potje is leeg, wij kunnen u niet meer betalen. Nee. Dat kan dus niet. Het gaat eerst daar naartoe en dan pas naar andere doeleinden. Zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Ja, als iemand aanklopt voor hulp en hij heeft recht op hulp volgens de wet, dan moet de gemeente betalen. En toch tekorten. Toch zijn het tekorten. Ja, omdat het Rijk onvoldoende middelen beschikbaar heeft voor Enschede. Ja. Laat ik het anders zeggen, er spelen een paar dingen. Eén is die bevolkingssamenstelling, zeg maar, die in Enschede wat anders is dan in Tubbergen of in Amerongen of noem een andere plek in het land. Mm-hmm. Tweede is, maar dat speelt landelijk, maar dat speelt ook nadrukkelijk in Enschede, is vergrijzing. Een toenemend deel van de bevolking vergrijst en doet dus een meer beroep op zorg gemiddeld. Dat is altijd zo, is overal zo. Die vergrijzing gaat de komende jaren toenemen. Dat is ook de belangrijkste factor, dat die schuld die Enschede, of dat tekort het Enschede toch al heeft, dat in de komende periode ook nog echt fors gaat toenemen als er niks gebeurt. Ja. Nou is er een wethouder, Harmjan Vedder, nog niet zo heel lang in Enschede, een aantal jaren denk ik. Anderhalf jaar of zo. Ja. En je hebt met hem gesproken. En er is een document, een beleidsdocument uitgekomen waarboven staat samenleven, samen zorgen. En dat moet dan dé oplossing worden op gebied van die maatschappelijke ondersteuning en de tekorten? Ja, zo kan je, niet helemaal. De gemeente heeft gezegd, of Harmjan Vedder, het college heeft gezegd, wij gaan als gemeente, willen we en moeten we ook, voelen ons verplicht om te doen wat wij kunnen, om te kijken of we twee dingen kunnen bewerkstelligen. Het een is om die tekorten zo goed mogelijk in de tang te houden, dat het niet te veel uit de klauwen loopt. En tegelijkertijd ervoor te zorgen dat de zorg voor de inwoners op peil blijft. Dus dat dat niet minder wordt. En dit plan, ze hebben dus een plan geschreven om dat zo goed mogelijk te gaan doen in de komende jaren. Ja. En kun je daar iets van, want je hebt hem gespeeld, kun je daar iets van prijsgeven? Want uiteindelijk is het best wel een moeilijke oefening als je te weinig geld krijgt. Ja, het is een hele ingewikkelde oefening en er zitten nogal wat haken en ogen in dat plan. Dus dan kan je zeggen in ambtelijke taal, beleidstaal, en dat klopt ook wel. Het is een ambitieus plan. En tegelijkertijd, daar zitten ook echt wel wat cruciale punten in die wel of niet gaan lukken. En dan is maar, als het niet gaat lukken, dan wordt het heel erg lastig om dit te verwezenlijken. Maar 18 maatregelen, en dan moet je niet altijd hele concrete maatregelen voorstellen. Ze noemen het een koersdocument. Die richting moet het uit. Hoe dat precies moet, dat moeten we op een aantal punten ook echt nog gaan uitzoeken met elkaar. En met elkaar betekent dan de gemeente, zorginstellingen, de verzekeraar, maar ook de inwoners van de stad. Vrijwilligers, die van alles, en mantelzorgers. Gewoon mensen die in de stad zich gaan bekommeren om inwoners. En de bedoeling is dat die 18 maatregelen in 2028 zijn ingevoerd. Dat die zijn uitgewerkt, dat is geland in de stad. Mm. En dat dan het tekort zeg even 2 miljoen is teruggedrongen. En dan hoopt de stad dat het Rijk bijspringt. Dus die tekorten in de klauw houden. Wij doen iets samen. Wij doen wat wij kunnen als stad. Door dingen anders te organiseren. Daar komt het eigenlijk op neer. En dan blijft er nog een tekort. Het is niet zo dat alle tekorten dan verdwijnen. Maar hebben wij gedaan wat we kunnen. En dan is het een beetje afhankelijk van de opstelling van het Rijk. Of Enschede dan met tekorten blijft zitten. Of dat die tekorten dan toch worden aangevuld door het Rijk. Maar het voorbehoud of dit gaat lukken, waar je het net even over had, dat gaat dus heel erg over dat eigenlijk in dit type beleid, in dit plan, er een aanspraak wordt gedaan op, laat ik zeggen, ons allemaal. Wij moeten eigenlijk compenseren omdat we niet genoeg geld hebben om het van overheidswegen allemaal te fixen. Ja, er zitten een paar kardinale veranderingen in dat plan. Lichte huishoudelijke zorg of lichte ondersteuning in Enschede wordt nu geleverd door, vaak onder de WMO. Jij hebt lichte ondersteuning, wat dat dan precies is, maar dus niet al te ingrijpend. Hè? Gewoon eenvoudige hulp die je nodig hebt. Dan moet je nu naar een loketje en dan moet je dan krijg je een indicatie. Mm-hmm. Dan wordt er gekeken wat je nog wel zelf kan, of wat misschien iemand in je omgeving kan. En wat dan niet kan, dat doet de gemeente. Of een zorginstelling, die springt dan bij. De bedoeling is dat al die lichte ondersteuning in 2026... niet meer met een indicatie hoeft, maar dat je naar een wijkcentrum of een buurtcentrum kunt gaan en dat daar een clubje is of een mevrouw of een vrijwilliger die je kan helpen, ondersteund door professionals. Dus eigenlijk is dat een verschuiving. In ambtelijke termen gaat dat over, zeg maar, maatwerk, een maatwerkvoorziening onder de wet met een indicatie, naar een algemene voorziening. Iets waar iedereen naartoe kan. Ook als je, daar mag je ook naartoe als je het gewoon nodig vindt. En dat kan een praatgroep zijn, dat kan een gymnastiekoefening zijn, dat kan een mevrouw zijn die je helpt met je schulden. Ook in preventief opzicht, om het aan de voorkant wat minder uit de klauwen te laten lopen. Dat is precies wat het, eigenlijk is dat precies wat het is. Want wat je leest in het plan tussen je oogharen is echt een soort return van wijkcentra en van buurthuizen. Enschede heeft er nog wel een aantal van, maar er zijn er ook heel veel gesloten in het verleden. Hè. Dat waren echt van die plekken waar vroeger een welzijnswerker zat. Dat komt straks ook wel weer. Maar in die wijkcentra, dicht in je buurt, moet je die lichte ondersteuning kunnen krijgen, zonder indicatie. Maar waar is dat plan dan uiteindelijk gevoelig voor? Dat het niet gaat werken. Want in die zin, ook die wijkcentra kun je wel van overheidswegen regelen en betalen, toch? Of ben ik dan gek? Ja, dat klopt. Maar als je dicht in de buurt wil organiseren, moeten er nogal wat meer van dat soort wijkcentra gaan komen. En buurthuizen. Ik zei al, de return van buurthuizen. Die moet je ook voeden met vrijwilligers. Je moet handjes krijgen om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Tegelijkertijd moeten dat ook buurtcentra zijn die niet waar een vrijwillig bestuur bijvoorbeeld zit... en waar op een gegeven moment een paar bestuursleden... wat voor reden dan ook omvallen... en dan bij dat buurtcentrum weer kwijt, weet je wel? Dus daar moet continuïteit in zitten. Dus daar moet ook professionaliteit in gaan zitten. Ja. Dus je hebt en professionals nodig om dat te gaan ondersteunen. Ja. Een andere rol van de gemeente om die buurtcentra weer overeind te houden. En je hebt vrijwilligers nodig om die hulp te gaan bieden. Nou, ja. Dat is maar één voorbeeld... Ja. En het is een hele grote verschuiving. Met heel veel mensen doen een beroep op deze lichte ondersteuning. Dus als je dat allemaal in een algemene voorziening wil stoppen... in zo'n buurtcentrum, een wijkcentrum... vraagt dat een enorme slag aan een andere manier van werken... en het opzetten van dat soort wijkcentra. Nou ja, en tegelijkertijd in een tijd dat vrijwilligers charten... niet per se makkelijker wordt. Hè? Ik bedoel, de banen liggen niet voor niets overal voor het oprapen. Nee, klopt. Overal wordt natuurlijk geroepen. Hè. We hebben vrijwilligers nodig. Bijna alle plekken is dat zo. Maar ook het aantal professionals zal wat groter moeten worden. Je hebt meer professionals nodig. En ook die zorgmarkt. Uitgebreid gesprek met Harmjan Vedder. Die groet van het hele idee van zorgmarkt. Maar die is er wel. Grote personeelstekorten in de zorg natuurlijk. Dus waar haal je die professionals vandaan? Hè, om dat te ondersteunen. Ja. Dus dat is een voorbeeld. Ander voorbeeld waarin ik het heel spannend vind... is dat is een beetje zo'n beleidsterm... Het jeukt soms een beetje, maar dat is integrale aanpak. Dus het is de bedoeling dat je niet alleen kijkt naar bijvoorbeeld de schulden die iemand heeft, maar ook naar de onderliggende problemen. En dat je die ook aanpakt. Dat is natuurlijk ook logisch, anders blijf je pleisters plakken. Dit plan raakt aan zeker 10, 12 andere beleidsplannen en voornemens die de gemeente al heeft. Dat moet allemaal gaan samenwerken. Dus dat betekent dat al die ambtenaren moeten dat in hun hoofd hebben. Van wacht even, maar hier is jeugdzorg en hier speelt dit beleidsterrein en dat moeten we dan allemaal met elkaar regelen. Nou, als er iets lastig is in overheidsland, is het dat soort over de schutting heen kijken. Die integrale aanpak, dat valt niet mee. Dus dat gaat ook een enorme omslag betekenen. Dat is een kwetsbaar punt, vind ik, in dat plan. Ik vind het heel tof, want het is belangrijk. Tegelijkertijd, doe het maar eens. Ja. En dan komt er nog bij dat je dat niet alleen met je eigen ambtenaren moet doen... maar ook met zorginstellingen. En ook met een verzekeraar. En ook met 14 andere Twentse gemeentes. Want die zorg wordt gezamenlijk ingekocht. Dus als een zorgorganisatie zegt... ik wil voor die 14 gemeentes wel wat doen... en Enschede heeft een specifieke aanpak... dan moeten ze ook met die Twentse gemeentes een beetje van... hoe gaan we dat dan doen? Ja, weet je? Dus dat gaat een enorme samenwerking vragen... met allerlei belangen en allerlei hokjes. We hebben het nu allemaal opgedeeld in hokjes... en in aparte procedures en processen. Nou, schuif dat maar eens in elkaar. Als jij dan de wethouder in de ogen kijkt, Harmjan Vedder. Ja. Je hebt een podcast met hem. Hoe lang duurt de podcast? Een uur of je hebt een uur met hem gesproken. Ja. Wat zie je dan? Iemand die denkt, potdikke, wat gaan we nou toch... dit wordt wel een ingewikkelde opdracht? Of iemand die denkt dat dit wel gaat lukken? Nou, tuurlijk denkt hij dat het gaat lukken. Anders ga je zo'n plan niet schrijven. Ja, ik weet niet, je kunt ook denken, we proberen eens wat. Nee. Dit gaat dieper dan dat. Dat was ook wel een aanleiding waarom ik graag met hem wilde spreken. Want ik las in dat plan... en dat vind ik interessant, een soort kijk op de samenleving. Hij roeit met dit plan, vind ik, tegen de stroom in. Hij doet een aantal dingen, of hij wil een aantal dingen. Het college wil een aantal dingen. Die haak staan op de huidige tijd. En hoe het individualisme, noem het op. We moeten weer samenleven, samen zorgen. Nou, daar zeg je nogal wat mee. Maar je voelt daar een kijk op die samenleving onder... Die ik heel interessant vind waar ik hem heel graag verder over wilde spreken. Heeft hij goed over nagedacht. De vragen die ik daarover had verrasten hem geenszins. Maar hij zei wel, dit is echt een uitdaging. Dit wordt wel een klus. Ja. Maar we moeten deze kant uit. Dat is echt zijn overtuiging. Anders gaat het gewoon niet redden. Dan moeten we ergens gaan beknippen. En we willen die zorg voor inwoners in stand houden. Ja. En dat is natuurlijk ook een kwetsbaar punt. Enschede heeft heel lang streng beleid gevoerd als het gaat om... ondersteuning en om zorg. Nou, daar zijn we vanaf. Willen we ook niet naar terug. En toch moeten we wat. Ja. Nou, Harmjan Vedder zegt... we moeten het op deze manier gaan organiseren... anders gaan we dat gewoon niet redden. Welke middelen gaat hij dan gebruiken... om het te laten slagen? Ja, het zit hem voor een belangrijk deel in die 18 maatregelen. Hij noemde ik ga het proberen niet te technisch te maken... maar hij noemde een voorbeeld dat ik denk wel heel klassiek en tekenend is... Wat er nu gebeurt is dat ze met zorgorganisaties om de 4-5 jaar gaan ze nieuwe contracten aan. Dan moeten al die zorgorganisaties met elkaar concurreren. En dan komt er eentje over, of een paar in een wijk. En dan krijg je weer nieuwe welzijnswerkers, een nieuwe club. Dat werkt. Als je een team wil hebben in een wijk, dat de wijk kent, dat mensen kent, zijn pappenheimers kent. En kan je niet om de 5 jaar dat allemaal moeten gaan, even los van de administratieve romslomp die het oplevert en het geouwehoer. Daar willen ze vanaf. Maar dat is marktwerking, hè? Mm. Zo werkt dat in de zorg tegenwoordig. Nou, daar heeft hij echt een bloedje hekel aan. Dus hij wil dat echt anders gaan doen. Hij zegt, we willen langdurige contracten met hulporganisaties of met zorgorganisaties aan, om ervoor te zorgen dat die continuïteit blijft en dat we dat, even mijn woorden, ja, dat we dat geouwehoer niet om de zoveel jaar hebben. Ja, nou, ik ben ook wel benieuwd hoe hij dan mensen gaat charteren, of in ieder geval zo warm gaat krijgen dat ze vrijwilligerswerk gaan doen, waar dit plan ook deels op moet gaan leunen en zo. Ja. Maar we gaan ook niet alles weggeven. Je hebt een uur met hem gesproken, ze zal ongetwijfeld dit soort dingen zullen voorbij zijn gekomen. Komen allemaal voorbij. Waar vinden we je podcast? Bij ons op de website, vandaag denk ik geplaatst. Is 1twente.nl, zoals jij zeer wel weet. De Berg spreekt, ... Wethouder Harmjan Vedder, denk ik. Ja, en ook op alle podcast-platforms op dit moment te zien. Daar staat een uitgebreid artikel trouwens. Ja. En daar kun je de podcast vinden. Maar natuurlijk op alle podcastkanalen. De Berg spreekt en je vindt hem. Dankjewel. Graag gedaan.